Koninklijk bezoek voor Hogeschool De Kempel in Helmond. Koningin Maxima als erevoorzitter voor meer muziek in de klas brengt een bezoek. 9000 kinderen in de gemeente Helmond krijgen voortaan structureel muziekonderwijs. Met dank aan heel veel samenwerkende partijen, waaronder deze PABO. Na al die muziek werd het tijd voor de ondertekening van het akkoord. En ook die was zeer muzikaal. En wij gaan ritme hier in deze zaal brengen. Mag ik Quinn, Rob en Robin hier op het podium? En we beginnen nu niet met de meester. Even wachten. Spanning opbouwen, hè. We beginnen met de leerling. Quinn, zou jij als eerste het muziekakkoord willen ondertekenen met jouw ritme? Dat is de eerste ondertekening. Dat verdient een applaus. Wat is een leerling zonder een meester? En de meester is eigenwijs, dat weten we allemaal. Dus hij gaat op zijn eigen wijze, gaat hij het akkoord ondertekenen met een tegenritme. Fantastisch, een tweede ondertekening. Ook een applaus. Ja. Dan de gezel, de meester van de toekomst, gaat zich voegen in het ritme. Ik voel het al in de zaal. Volgens mij willen jullie mee ondertekenen. Mag ik ondertussen Jantien Westerveld vragen met haar majesteit hier op het podium te komen. En samen met Quinn het officieel te bevestigen. Thank you.
natuur en Brabant. Ik ben er ook zo goed 4 jaar geleden in het bos gaan ook aan zijn tafel. Met allemaal enthousiaste opleiders voor muziek op de Pabo. En die wilden heel graag, maar die hadden zo weinig ruimte toe. Ik herinner me nog dat ze zeiden: wij geven totaal maar 25 uur muziek voor het hele curriculum. Nou, dat zal het nu al anders. Want ik hoorde vanmorgen, mevrouw zegt bij de inspiratiesessie. Muziek, dat leeft echt weer op de Pabo. Dat heb ik ook in 4 jaar bereikt. En dat laten we nu zien. Hè, want de Pabo's, weet je wel, hebben recent allemaal de muziekimpuls aangevraagd. En daar hebben ze ook nog plannen voor moeten maken. Plannen samenwerken met basisscholen, samenwerken met conservatoria, met instellingen voor kunst en cultuur. En daar hebben ze allemaal aan meegedaan. Dus dat is al geweldige opbrengst, vind ik. En vandaag laten we nu zien wat Helmond heeft gedaan in samenwerking met het basisonderwijs. Die mensen zitten allemaal hier, directeuren, vakleerkrachten, leerkrachten, maar ook heel veel studenten. En de tweede ronde laten we zien wat de PABO heeft gedaan samen met het conservatorium. Dus dat is ook een heel interessant gesprek, denk ik. En ik heb van tevoren wat materiaal opgehaald. Ik heb het allemaal gemaild, wat vragen gesteld. En de antwoorden die gaan natuurlijk naar meer muziek in de klas. Maar een deel daarvan is een mooie input voor deze discussie. En ik denk dat u het leuk vindt om eens te horen wat ze hier in Helmond doen. Want we zijn niet voor niks in Helmond. Ja. Majesteit, wat heeft u vandaag geleerd hier in Helmond? Nou, ik vond het fantastisch om van de PABO's en de conservatoria hoe zij veel beter kunnen samenwerken om de PABO-studenten nog sterker te maken in de muzikale kant en de conservatoria-studenten ja, de didactische kant. Dus, hoe wij echt de samenwerking in scholen, dus leerling, meester, echt het conservatoria echt veel beter kan. En ja, we kunnen van elkaar leren, dat is heel belangrijk. Waardevol bezoek. Ja. Zo, het interview gaat.